iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van The Gaming Fountain. In deze aflevering gaan we opnieuw GTA spelen, omdat er niks echt anders is. Behalve de demo van FIFA 17, maar ja, die heb ik juist gestreamd. Woensdag, dus ja, FIFA 16 is uit, dus gaan we GTA spelen. Laten we eraan beginnen. Hold up. Rockets versus Insurgents. En dat is dus ronde 1. En we gaan in een oranje auto hopelijk. Of ja, iemand anders gaan we nemen, denk ik. Ja, iemand anders heeft hem gepikt van mij. Dan neem ik wel de blauwe. Sorry, ik heb graag een ander kleurtje. Ik weet niet waarom, maar het is wel leuker. Dus ja, we in deze last team setting moeten zij met de raketten of RPG's naar onze auto's schieten. Hè. Heb ik alleen aan net niet. Ha, bijna. Het was bijna gelukt. Ja, ik weet niet wat ik juist proberen, maar... Ah, ik ga zeker er al zijn als ze me gezien hebben. Ja, ze hebben me gezien. Oh, dat kan ze me maar laten zien, want anders had ik het zitten. Ja. Heb ik een? Ja, ik heb een. Letter. Smiley rapper heb ik gedood. Smiley rapper. Come on. Ha. Meteen elkaar gebroken. Ja, vliegen kan je niet echt noemen. Het is mijn auto, maar ja, we zijn tegen elkaar gereden in de lucht. Oh, dat kan dat niet echt, maar wel. Je snapt wel wat ik bedoel. Ja, je kijkt naar de andere kant. Misschien kan ik hem pakken. Heb ik hem? Ja, tuurlijk heb ik hem. Ja, er. Dat is nog maar de eerste keer dat ik zoveel keer één gekild heb in dat spelletje. Kon ik het nooit goed vroeger. Maar de laatste nog, waar is die? Ah. Was slim van hem om juist naar de andere kant te gaan. Anders had ik hem sowieso gehad. En nu zat ik er ook bijna tegen. Ja. Winner. Ja, er. Ja, ik weet het. Ik heb mijn posters nog altijd niet gefixt. De poster was al een week of twee weken geleden dat hij eraf was gevallen, maar ja. Kan me niet zien. Fuck, hoe ik dat dan? Hoe ben ik nu eigenlijk doodgegaan? Ik snap het niet. Maar was het omdat ik tegen die auto geschoten had en het was te dicht of zo tegen mij zeker? Oké, het is 1-1. We gaan weer de blauwe nemen. Appelblauw zeegronde daar is ook wel nog mooi, maar... Dat is voor de volgende keer. Zijn er nu andere guns? Fuck, het is nu mijn handgeweer. Dat is wel... makkelijker om iemand te killen. Want... Dat recht vanzelf, zo. Je zal het straks wel eens zien, dat gaat direct op je gezicht. Met een als je dicht genoeg bent. Ah, mijn raam is er nog niet aan. Anders moest je een nieuwe raam hebben. Oh, het scheelde weer niet veel. Ja, nu ga ik achter een ander. Mijn ramen zijn kapot. Daarnet was het nog moeilijker omdat er een raam voor zat, maar nu niet meer. Nu gaan we de appelblauw zegen. Ja, we gaan hem al kapot maken voordat we hem moeten gebruiken. Zie je, dat raam is direct kapot. Ja, ze hebben er geschoten. Oh. Nee, fuck! Loser. Ronde 4! Nu moeten we... Wat? Zij konden daar net met handgeweren. En dan moeten wij terug met die... Oh, dat is leuker met handgeweren omdat je direct kan metten. En nu, ja... Godverdomme, echt waar! Round winner! Oh, weer donkergroen. Oh, oké. Ik ga nu wel appelblauw zeegroen pakken. Als eerste. Dan misschien blauw. Als het niet met raketten is, dan ga ik nog een keer wisselen.
Oh, weer al bijna. Oké, nu is echt veel te veel volk, echt waar. Mijn bakje trilt altijd als er een gestrand wordt, hè, zo'n raket. En ja, daarom is het wel nog redelijk moeilijk om te besturen als jij zit te trillen in dat bakje. Sorry, man. Die laatste gast zit er tegen de muur. Ah, fuck. Kut. Niet genoeg snelheid. Allee, kut. Ik dacht dat ik weer was ging zitten daar. Na de laatste ronde is. En als we die winnen, dan we iets van gewonnen zijn, denk ik. Maar ja, fuck, hij rijdt daar. Hij staat daar. Ik heb dat vergeten. Ik ging langs die ramp van. Nu staat hij daar. Oké. Hebben? Yes, we hebben hem. Yes. Match winner. Money in the pocket. Hoeveel? 29.000. En ja, nieuwe level. Ga liken omdat ik een nieuw level ben. BMX versus Centorno's. Ronde 1. En wij zijn dus de Centorno's eerst. En wij moeten die gasten op die BMX'en kapot maken. Het is wel kut, want het is in het donker. Dus we zien niet echt iets. Oh, fuck. Fuck, hoe heeft die gast gestopt? Ja, hoe raak je er nu weer op? Maar daar. Het is een beetje hetzelfde als Runners versus Centorno's van de vorige aflevering. Maar dan met ja, BMX'en, hè. Fuck, zat die gast daar stil. What the fuck? Hoe kan ik dat missen? What the fuck? Hoe kan ik dat nu echt serieus missen? Ah, hij is er wel van. Oh shit, hij is er rond. Hoe kunnen zij nu nog altijd niet dood zijn? Ik heb zo... Ik heb zoiets van 2 keer kapot gereden. Wat? Domme echt waar. Die gast gaat eraan, hè. Ja. Oh, ik heb een award gekregen. Ik weet niet voor wat, maar... Ze kan me niet schelen voor wat, maar... Ik ben wel blij dat ik het gekregen heb. Zijn er hier dingen misschien? Lijkt alsof er iets is aan de innen daar. Kom aan, ga open. Godverdomme. Ja, dat is hier dus niks. Dat is speciaal ding. En dan hou ik de dopen. De dopen! Godverdomme. Ga dopen! Houd op de moeilijke manier moeten doen, ja. Oh, fuck. Shit. Oh, come on. Are you kidding me? Moet ik letten? Ja, het is gelukt. Echt waar, als nu die poort open doen, hè. Zie ik nog zo... Het was juist gelukt om erover te gaan en te vermoorden ze. Ronde 2! En nu zitten wij op de BMX'en. Dus ja, ik hoop nu dat we deze keer niet vroeg doodgaan of zo. Oh, Molotov, dat hebben we nog nooit gehad. Hey, ik wil Molotov. Ja, oké. Serieus, ik heb nog nooit gehad een Molotov cocktail. Groen, grijs, geel of rood. Rood, zo niet mis. Oh, fuck. Kahanas. Ja, nee. Waar zijn ze? Oké, ik ga even wachten. Dat was iemand anders op het spoor. Fucking hell. Nee. Fuck. Nu is het Centorno's versus Runners geworden. In plaats van BMX. Hopelijk val ik er echt niet af van. Ik wil er niet af van.
Like de vorige keer. Oh, dat is helemaal niet veel. Wat de fuck zei ik zelf? Ja, eindelijk. Het is gelukt. Yes. Ik had die team gezet. Wow, what the fuck doe je, gast? What the fuck doe je? Wat doe je? Kerel. Jongen. Er zijn nog andere mensen die dat nodig hebben, hè? Zoals ik. Wat? Nee, niet drinkruim. Ik wil even ammo pitten. Come on. Ik ga er gewoon afspringen. Dat gaan we ze zo op land vermoorden. Shit, ik dacht even dat die ding eraf ging zijn. Vallen, sorry. Waar zitten ze daar allemaal? Ze zitten allemaal in die hangar, denk ik. Fucker, is daar iemand in een helikopter? Allee, ik zie hem niet. Ja! Winner! Ik dacht dat die andere tank niet bij mij zat, sorry. Nu zijn we terug uit de tunnels. Ronde 3. En we zijn weer in oranje. Godverdomme. Dus wij hebben een zieke lang ding dat ik maak, maar ja. Wat ben ik ermee als ik eraf val? Ik wil daarop proberen te geraken. Maar ja, nu kan ik toch niet veel meer doen, want zij hebben al alles gepakt. Oh shit. Come on! What the fuck is die ass niet dood ofzo? Eindelijk. Wat gewonnen? Hebben we al gewonnen? What the fuck, dat was makkelijk. Ik wil die blauw hebben daar. Maar ik ga eerst een beetje molotov en al die shit. Fuck. Ik ben er al vastgestrikt. Oké, ja. Ik ga sowieso dood zijn. Ik wou vlug doen, want die gast achter me zat achter me. Ja. Die gast was erop geraakt en hij zat achter me. Zou ik lijn om erop te springen? Ja, het is gelukt. Maar hier moet je gewoon verder lopen. Dat scheelde weer niet veel. Is die gast daar? Ja, maar het is toch maar een stomme BMX. Ga je proberen, hè? Ja. Hey, je gast! Kerel! What the fuck? Kan je bij oppassen of zo? Come on, what the fuck is het probleem? Godverdomme, echt waar! Dat is het enige dat nog goed kan, maar haalt. Maar ik ben weer nog weer de level gestegen. Dat was het dus voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te subscriben hier beneden. Ik zie jullie dus bij een volgende video en dat zal waarschijnlijk een FIFA 17 video zijn. Ik zie jullie dus in de volgende video. Daa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 a